Ik denk dat het eigenlijk een soort verhaal is wat heel veel mensen ook wel herkennen, helemaal van mijn leeftijd, misschien zelfs ook nog wel iets ouder. We zijn hier in het Huis van Verhalen. Het gaat eigenlijk over 40 mensen die een verhaal hebben geschreven naar aanleiding van een dierbare foto of een voorwerp waar een geschiedenis in zit. Want het is ook vaak zo dat het bijvoorbeeld binnenshuis wordt er vaak een anekdote verteld. Weet je nog van dat tasje van oma of wat dan ook. En ik heb mensen gevraagd, probeer eens om een voorwerp te vinden waar je een herinnering aan hebt. En ik zou het leuk vinden om dat tentoon te stellen in de bibliotheek. Nou, de bibliotheek vroeg mij of ik wou exposeren hier. En ik had iets van, ik wil eigenlijk nog wel eens een keer wat van anderen zien. Kijk, je kunt wel weer zelf je schilderijen ophangen en dan ga je weg. En dan haal je het na een maandje weer op. En ik vond het eigenlijk leuk om te denken, laat mensen eens deelnemen aan zo'n tentoonstelling. En wat meer openbaar, dus dat anderen kunnen zien wat het werk van elkaar kunnen bekijken. Dat is het tasje van mijn opel, dus mijn overgrootmoeder. En de leuke herinneringen zijn daaraan, is dat als ze op visite kwam, of zelfs als wij bij haar op visite kwamen, dat ze altijd dat tasje bij zich had. En er zat altijd een zakdoekje in en altijd een rolletje pepermunt en uiteraard de flesjes eau de cologne. Ja. En mijn oma, dus echt mijn grootmoeder, die had uiteraard een ander tasje, maar dat was hetzelfde verhaal. Als we daar kwamen of zij kwam bij ons, ze had altijd een tasje bij zich met altijd dezelfde spulletjes erin. Ik denk dat het eigenlijk een soort verhaal is wat heel veel mensen ook wel herkennen, helemaal van mijn leeftijd, misschien zelfs ook nog wel iets ouder. Het hangt nou bij mij in de hal, want ik vind het gewoon een schattig tasje. En toen dacht ik van, nou, hè, toen ik over Hetty hoorde met het Huis van Verhalen, denk ik, het is gewoon leuk dat dat hier in de bibliotheek komt te staan. Ja, dit is ook wel een mooi verhaal over een dame die heeft in het verpleeghuis gewerkt en er waren vroeger altijd regels hoe de verpleging moest zijn. En dan stond er bijvoorbeeld, het verplegend personeel moet 's ochtends bij het begin van het werk blijven staan tot de hoofdzuster binnenkwam en dan mocht je gaan zitten. En bij de koffie kreeg je vroeger broodkapjes, later boterhammen. En was er iets te vieren, dan moest ieder eerst brood eten en kreeg daarna gebak. Ook dat besliste de hoofdzuster. Kijk, er staat, dit pistool is afgegeven door een meneer voor de tentoonstelling van Hetty Franke. Dus het was wel spectaculair. Maar het blijkt dus, het is eigenlijk een soort heel klein zakmesje. En dit is meegenomen door een oom die in Brazilië zendingswerk deed. En die nam dan altijd een koffertje mee voor de neven en nichten met allerlei cadeautjes. Want dit is eigenlijk dankzij al die deelnemers tot stand gekomen. En ik heb het opgehangen zo goed als het ging, want het is veel en de ruimte is vrij klein. Maar je kunt altijd verhalen insturen. Kijk, er zijn nog best wel redelijk wat plekken. Dit mutsje vond ik ook wel heel leuk, want daar heb ik een plek voor gecreëerd. Dat zijn allemaal speldjes van vakanties. Nee. En die is ook pas later geleverd, dus mensen kunnen nog insturen. Ja. En objecten wordt een beetje moeilijk, want vitrines zijn zo'n beetje vol. Maar foto's of verhalen kan altijd.